Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Vraag het de Wetenschapper. Een nieuwe maand is aangebroken en deze maand staat in het teken van nepnieuws. Leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over wat nepnieuws is en ook hoe je het herkent. Dus je kunt vragen stellen en er zijn ook al een heleboel vragen binnengekomen. Dus we gaan het de komende half uurtje hebben over nepnieuws. En met wie ga ik dat doen? Met Peter Burger. Ik ga hem er alvast bij vragen. Peter Burger is doctorandus. Hij is gepromoveerd op broodje aapverhalen en hij is docent aan de Universiteit Leiden. Universitair docent journalistiek en nieuw media. En hij weet alles over nepnieuws. Ik ga hem er even bij vragen. Stuur je vragen in en dan ga ik ze aan hem stellen. En hij is ook de medeoprichter van Newscheckers. En dat is een website waar journalistiek studenten, moet ik zeggen, het nieuws checken. Eigenlijk voorzien van een factcheck. Welkom Peter, leuk dat je er bent. Goedenavond, hallo. Ja, ik heb je al heel kort even geïntroduceerd. En ik noemde ook dat jij je bezighoudt met Newscheckers. En ja. Ik las dat jij daar deze week een prijs voor hebt gekregen. Een impactprijs. Dus dat ja. Daar wilde ik je mee feliciteren om mee te beginnen. Dankjewel. Ja, kan jij een voorbeeld geven van een feit wat jullie gecheckt hebben bij Newscheckers, wat heel vaak terugkomt? Wat jullie de hele tijd moeten factchecken? Eens feit. Laat ik beginnen met een min of meer onschuldig en grappig voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, het meest succesvolle nepnieuws van de afgelopen jaren. Dat is het bericht dat als je last hebt van hooikoorts, ja. Hou je vast, dan moet je een levende pissebed doorslikken en dan kom je er vanaf. Dat is een hardnekkig nieuwtje. Dat wordt er gepresenteerd als een soort huismiddeltje uit grootmoeders tijd. Het is natuurlijk, het is weerzinwekkend vies, maar op die manier kun je van je hooikoorts afkomen. Ja. Is niet waar. Nee, is niet waar. Dat is, weet ik veel, een 500.000 maal gedeeld op Facebook op Nederlands. Ja. Nederlands en dat komt dan elke hooikoortsperiode weer terug. Ja, dat is het met die nepverhalen. Sommigen die zitten echt vast aan het seizoen. In het hooikoortsseizoen dan komen ook die verhalen over die pissebed weer terug. Ja, en jij leert jouw studenten eigenlijk hoe kun je die verhalen debunken? Nou, deze heb je dan op de plank liggen, dan kan je de uitleg erbij geven, maar... Ja. Hoe doen studenten dat? Wat we onze studenten vragen. Ik geef les in Leiden bij opleiding journalistiek aan de universiteit. En daar zijn we meer dan 10 jaar geleden begonnen met studenten te vragen. Volg het nieuws. En iedere keer als je iets ziet waarvan je denkt, klopt dat nou wel? Ga dan eens uitzoeken of dat echt klopt. Wat ze dan moeten doen, dat is het allerbelangrijkste. Kijk waar het nieuws vandaan komt. Mm-hmm. Dus lukt het om de bron daarvan te vinden? En dan vaak is dat een soort ketting waarvan je telkens weer nieuwe schakels moet volgen totdat je er bij het begin bent gekomen. Als het over onderzoek gaat, ja, zoek dat onderzoek op, lees dat, bel de onderzoeker op en vraag of het klopt. En op die manier kun je heel veel achterhalen. En blijkt ook dat er heel veel in het nieuws komt dat helemaal niet klopt. Ja, mooi initiatief. Als je kijkt, stel je vraag aan Peter Burger. En ik heb ook al een heleboel vragen binnengekomen. En daar begin ik ook maar mee. Misschien eerst maar eens even, wat is nepnieuws? Ja, het lastige van nepnieuws, het is een woord dat ik zelf eigenlijk liever niet gebruik. Maar ik kan er moeilijk omheen, want het is een heel bekend woord geworden. Het is een hele grote verzamelbak voor allemaal soorten onjuiste verhalen. De geruchten, het is gewoon dingen die mensen aan elkaar doorvertellen op verjaardagen of op sociale media. Vergissingen van journalisten. Bedrog van bijvoorbeeld iemand die ergens reclame voor wil maken. Bedrog van politici. De filmpjes waarvan je op bijvoorbeeld op Facebook te horen krijgt dat die gisteren zijn gemaakt in Amsterdam, terwijl ze 10 jaar geleden zijn gemaakt in Londen. Echt van alles wat. Ja. Is er een term die jij liever gebruikt? Of zeg je, het is zo verschillend, daar kan je niet één term voor gebruiken? Ja, kijk, af en toe dan doe ik best wat preciezer te zijn. Dan zeg ik bijvoorbeeld, dit dat is meer een gerucht. Dit is bijvoorbeeld een hoax. Hè? Dus waarbij iemand echt bewust probeert om anderen voor de gek te houden. Dit is een eerlijke misser, misinformatie. In alles bij elkaar is het nepnieuws. Het lijkt op nieuws. Iemand beweert dat het waar is en uiteindelijk blijkt het niet waar te zijn.
Ja. Nog een vraag. Jeroen wil weten of er vroeger ook al nepnieuws was. En kun je hier voorbeelden van noemen? Wat is het Ja. verschil tussen nepnieuws van vroeger en nu? Nou ja, je kunt zelfs zeggen dat ik, toen ik nog studeerde, ik heb Nederlands gestudeerd. Toen ben ik afgestudeerd op nepnieuws. Ik was namelijk heel erg geïnteresseerd in sterke verhalen uit de middeleeuwen. Ik studeerde middeleeuwse literatuur. Waar ik op afstudeerde, en ook het eerste boekje wat ik maakte, dat ging over een middeleeuwse dierenencyclopedie. En die stond helemaal vol met verhalen over ja, gewone dieren, dus leeuwen en tijgers en honden en katten. Maar ook zeemeerminnen en draken en eenhoorns. En wat ik nou ontzettend interessant vond, dat was om te kijken waar die verhalen vandaan kwamen. Nou, dat waren Ja. geen verhalen die mensen echt zo uit de duim hadden gezogen, maar die hadden ze overgeschreven van anderen. Die hadden het ook weer overgeschreven en ook weer en ook weer en ook weer. En tijdens dat overschrijven waren die verhalen veranderd. En dat kon je terugvolgen. Dat vond ik fascinerend. En Ja. je zou kunnen zeggen dat was ja, middeleeuws nepnieuws. Het is van alle tijden. We houden er eenmaal van, Ja. die soms ook spannende verhalen. Ik zie nu net de vraag binnenkomen: het verschil tussen desinformatie en nepnieuws. Nou, nepnieuws, dat is die ja, de populair woord, vooral de laatste jaren populair geworden voor allerlei soorten beweringen die niet kloppen. Dus dat kan niet zijn wat bijvoorbeeld een politicus zegt in de Tweede Kamer, maar dat kan ook een bericht zijn met een gefotoshopte foto die je krijgt via Twitter of via Instagram. Desinformatie, dat is een woord dat wordt gebruikt voor berichten die echt bewust vervalst zijn, of die bewust uit de context zijn gerukt. Meestal ja, voor een politiek doel, bijvoorbeeld om mensen ergens van te overtuigen dat ze op de ene of op de andere partij moeten stemmen. Maar kan ook een commercieel doel zijn, puur om geld te verdienen. Ja. Een andere vraag die ik al eerder binnen heb gekregen, is van Berend. En hij vraagt: hoe kun je zelf nepnieuws herkennen? Is dat wel te doen? Is een soort crash course, hoe herkennen we het? Wat moeten we Nou, allemaal doen? soms kun je het niet echt herkennen, behalve als je echt veel moeite doet. En als je bijvoorbeeld ja, specialistische tools gebruikt om foto's te analyseren. Of als je echt veel moeite doet om bijvoorbeeld wetenschappers op te bellen om te vragen of het klopt. Maar gelukkig, heel vaak is het echt ontzettend simpel. Bijvoorbeeld iets waarvan ik vind dat eigenlijk alle kinderen het al op de basisschool zouden moeten leren. Dat is hoe je kunt achterhalen waar een foto vandaan komt. He, dus je kunt een foto bijvoorbeeld uploaden in Google. He, dus je kunt zelf zoeken in Google, maar je kunt ook zelf een foto geven aan Google. En dan gaat Google voor je terugzoeken waar die foto allemaal eerder heeft gestaan. Ja, is dat En op het die manier. reverse image search? De term daarvoor is reverse image search. He, dus omgekeerd plaatjes zoeken. Ja, op die manier kun je er vaak achter komen dat een foto bijvoorbeeld veel ouder is dan dat iemand beweert dat die is. Of dat die op een hele andere plaats is gemaakt. Een heel, heel klein voorbeeldje, heel simpel. Vorig jaar toen beweerde iemand, kijk, hier zijn de ministers, Nederlandse ministers. Die houden zich helemaal niet aan die 1,5 meter regel. Die lopen lekker gezellig dicht bij elkaar. Nou, dan ga je zoeken en dan blijkt, ja, die foto die heeft 2 jaar geleden of langer geleden in nieuwsmedia gestaan. Dat was een of andere ja, hijsessie van het kabinet. Ja, er was nog helemaal geen corona, dus ze lopen dan dicht bij elkaar. En dan kan iemand toch zeggen van, nou, hoe erg zal het zijn met de corona? Kijk, ze houden ook geen afstand. En dat is heel simpel. Dat is echt, als je weet hoe dat moet, en je kunt ook makkelijk opzoeken hoe dat moet, dan is het echt een paar keer klikken en dan ben je er vaak al uit. Ja, en dat gaat om afbeeldingen, om ander type nieuws. Zijn daar nog een soort snelle methode voor te bedenken, of is dat moeilijker? Nou ja, ik denk een van de dingen die je af kunt vragen bij bijvoorbeeld de berichten waar je meteen boos van wordt. He, dus zo'n bericht, je ziet iemand die iemand anders mishandelt en je denkt, oh, dit moet ik direct doorsturen naar al mijn vrienden. Of je ziet een bericht waarin je wordt gewaarschuwd voor bijvoorbeeld een nieuw soort criminelen die aan de deur komen en die beweren dat ze je gratis mondkapjes komen geven namens de gemeente. Maar dat zijn mondkapjes met een verdovend middel en dan beroven ze je. Nou, een Ja, totaal ja. verzonnen bericht. Ja, dan moet je eventjes bijvoorbeeld googlen, kijken of daar nieuws over is. Of iemand anders daar iets over heeft gezegd. En vaak dan kun je ook betere informatie vinden. En soms is het moeilijker dan bijvoorbeeld als iemand zegt, kijk, dit blijkt uit onderzoek. Nou ja, dan vaak moet je dan zelf zo'n onderzoek gaan lezen om erachter te komen of het wel of niet klopt. Ja.
Een mooie vraag die hier misschien bij aansluit, is van Dominus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die zegt, denk je dat je zelf wel eens nepnieuws hebt verspreid? Ja. Oh. Het, nou, kijk, ik denk, we moeten niet doen alsof het heel erg goedgelovige mensen zijn. Of heel erg dom mensen die dat doen, die daarop klikken, die dat doorsturen. Iedereen kan dat doen. Wat ik zelf wel eens heb gedaan, ik heb een boek geschreven over de geschiedenis van het Nederlands, de Nederlandse taal, samen met een paar anderen. Dat ging over het Nederlands, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, in Vlaanderen bijvoorbeeld. En een verhaal dat mij heel erg trof, dat was dat in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, heel veel van de soldaten Vlaamse boerenjongens waren en heel veel van de officieren in het Belgische leger, die spraken Frans. Ja. En daardoor, hè, was het verhaal, waren heel veel van die Vlaamse soldaten omgekomen. Want die konden domweg de bevelen van die officieren niet verstaan. Hè, dus als die officieren bij wijze van spreken zeiden duiken, dan kwamen ze overeind en dan kwamen ze die loopgraven uit. Ja, ja. Dat is links naar rechts. Ja, ja, hè, dat is een verhaal, dat kun je nog steeds horen, ook in Vlaanderen. Hè, mensen kunnen zich daar ook nu nog meer dan 100 jaar later boos over maken. Over die ongelijkheid, over die onderdrukking. En pas toen we dat boek hadden gepubliceerd, toen kwam ik erachter dat dat niet waar was. Ja, ja. Gelukkig kwam het nog een keer een herdruk, dat hebben we het eruit kunnen halen. Maar dat was typisch zo'n verhaal ook waarvan ik dacht van, nou, wat een onrecht. Ja, ja, ja. Het klinkt plausibel. Dus ja. Dus dat is ook het gevaar misschien als je het onbewust doet, dat je denkt, nou, het is wel logisch, dus daardoor kan het er doorheen glippen? Ja. Ja, ja, kijk, het is natuurlijk het is niet realistisch dat mensen zich de hele tijd zitten af te vragen bij alles wat ze zien en wat ze lezen. Geloof ik dit, omdat dit overeenstemt met mijn eigen vooroordelen? Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat zeker als je bijvoorbeeld zo'n heftig verhaal ziet, een heftig filmpje, heftige foto's, ook vaak met berichten bij, stuur dit door naar al je vrienden. Dat je dan even afvraagt, is dit eigenlijk wel waar? Ja. Wat willen mensen van mij? Ja. Teerza vraagt nu net, is er een bepaalde doelgroep die gevoeliger is voor het geloven of verspreiden van nepnieuws? Maar dat is dan misschien niet. Nee. Ik denk dat afhankelijk van de situatie. Dus bijvoorbeeld de afgelopen 4 jaar bleek dat veel Amerikanen die aanhanger waren van Trump ook gevoelig waren voor verzonnen berichten die heel erg pro-Trump waren. Ja. Maar het zit niet vast aan Amerikanen. Het zit ook niet vast aan rechts of links. In principe, of van oud of jong. In principe kan iedereen daarvoor vallen. Ja. Ik zal ook mijn hand in eigen boezem steken. Ik had een jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis, kreeg ik via een vriendin van mij, haar moeder is huisarts in Brabant, kreeg ik een bericht van een vrouw die in het Amphia ziekenhuis werkte en die maakte eigenlijk duidelijk, het gaat hier helemaal mis. Mm-hmm. En eigenlijk was men nog niet zo gealarmeerd. En ik dacht ook, nou, ik heb dit doorgekregen van een dochter van een huisarts in Brabant. Ja. Het is alarmerend. In mijn familie-app maakten ze nog grapjes over het coronavirus. Dus ik heb dat ook toen gedeeld. En kwam er toen achter van, nou, het is niet waar. En toen toch ook maar gezegd, ja, ik wil geen nepnieuws verspreiden. Dus dit bericht is niet waar. Al is het coronavirus wel echt aan de hand. Ja, ja. Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan mezelf nog herinneren van vorig jaar maart en april. Hè, dus toen in Nederland ook duidelijk werd dat het echt menens was met dat coronavirus. Had je heel veel berichten over huismiddeltjes. Hè, bijvoorbeeld dat je moest gorgelen met zout water. Ja. En dat zou dan zogenaamd van Chinese artsen komen die daar heel veel ervaring mee hadden. Dat soort berichten. Ja. Dus misschien ook juist in zo'n pandemie of met zo'n politieke omwenteling, dat de kans groter is dat er nepnieuws verspreid wordt? Nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld bij die coronapandemie mensen, zeker in het begin, maar ook nu nog, er zijn allerlei vragen over wat waar is en wat niet, wat werkt en wat niet. Mensen zijn ook, is er trouwens onderzoek naar gedaan, zijn meer op zoek naar nieuws dan voorheen. Hoewel er ook mensen zijn die het juist bewust mijden, al dat nieuws. Yeah. En dan komen ze ook bijvoorbeeld die verzonnen berichten tegen over dat je moet gorgelen met zout water.
Ja, precies. Even kijken hoor. Nog wat vragen die eerder binnengekomen zijn. Oh ja, waar ben je het meest trots op qua verhaal dat je ontmaskerd hebt? Wat ik het leukste vond om te doen van de afgelopen 2 jaar, dat is een onderzoek dat ik heb gedaan samen met een Vlaamse collega, Maarten Schenk, een fact-checker. We waren erachter gekomen dat er uit Macedonië allemaal berichten kwamen die niet klopten. Dat waren ook vooral berichten die voor Trump waren in het Engels, hoewel ze uit Macedonië kwamen. Zeer negatief nieuws over moslims en migranten. En daar zijn we de hele tijd mee bezig geweest. En toen hebben we echt de mensen opgespoord die dat maakten. Dat bleek te gaan om families en vrienden. Echt een hele club die bij elkaar 70 websites hadden. En ja, echt duizenden van die berichten, waarvan een deel ook vals. Die ze ook via valse Facebook- en Twitter-accounts verspreiden. Onder andere in Facebookgroepen van aanhangers van Trump. En daar verdienden ze geld mee. En hoe verdienen ze daar dan geld mee? Ze hadden op de pagina's waar die berichten op stonden, op al die websites advertenties staan. En als mensen dan klikten op die pagina's, dan kregen ze, ik weet niet hoeveel, een paar cent. Maar als heel veel mensen dat deden en dat lukte, dan verdienden ze daar geld mee. En we hebben die mensen uiteindelijk ook opgebeld met behulp van een Macedonische tolk. Dat vonden ze niet leuk, geloof ik. Maar het bijzondere daarvan dat was, ze deden het echt puur voor het geld. Ze waren helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Als ze berichten hadden kunnen maken voor Hillary Clinton, hadden ze Over dat ook gedaan. hooikoortsbestrijding. Ja, of ergens anders over. Als ze daar maar geld mee konden verdienen, kon ze niks geven. Goed om te weten dat er dus dit soort nepnieuwsnetwerken zijn die op die manier geld verdienen. Ja, en dat kan dus ook, omdat bijvoorbeeld Google de advertenties daarvoor leverde. En dat Facebook de middelen leverde en Twitter ook om die berichten te verspreiden. Dat komt ook, brengt ons eigenlijk ook een beetje op de vraag van hoe kun je dan bestrijden? Hoe kun je dit aanpakken? Ik zag net ook een vraag daarover voorbij komen. Ja, nou ja, Wat doe je hiermee? ik denk. Ja, wat ik net zei, al vanaf de basisschool zouden kinderen moeten leren om bijvoorbeeld zelf te achterhalen waar foto's vandaan komen. En ook een paar andere, trucs en technieken om erachter te komen of iets klopt of niet. Maar Alleen. geen politiek ingrijpen of de platforms, daar heb ik ook een Nou aantal ja, vragen over ik denk. binnengekregen. Kijk, ik vind dat Facebook en Twitter en Google al behoorlijk wat doen, maar uiteindelijk toch nog te weinig. En ja, het is net alsof ze het niet belangrijk genoeg lijken te vinden om daar echt zelf stevig iets aan te doen. Hè, dus ook als duidelijk is dat berichten volkomen fake zijn, ook nou ja, negatief bijvoorbeeld over bevolkingsgroepen, dan. Ja, dat doen ze er toch niet genoeg aan, vind ik. Ik heb een vraag ook van Ines. Die zegt dus, ja, wie is verantwoordelijk voor het stoppen van het verspreiden van nepnieuws? En is er ook een algoritme tegen nepnieuws te ontwikkelen? Zou dat niet de Ja, oplossing zijn? dat is eigenlijk ook waar die bedrijven zoals Facebook en Google en Twitter mee bezig zijn. En voor een deel gebruiken ze dat ook al. Ja, dus wat bijvoorbeeld Facebook heeft gedaan, dat is dat ze toen bleek dat er mensen waren die misbruik maakten van het systeem door ja, echt verschrikkelijke pulpberichten te publiceren via Facebook en dan geld te verdienen via de advertenties. Dat ze automatisch konden zien of er op een webpagina meer advertenties stonden dan inhoud. En in zo'n geval, dan werden dat soort berichten naar beneden geduwd. Die werden minder prominent gepresenteerd. Ja, dus dat is puur automatisch een middel om de kwaliteit te verhogen. Dus dan gaan de alarmbellen af en dan wordt er Ja. iets tegen gedaan. Ja. Ja, maar wat niet bestaat, en wat volgens mij niet kan bestaan, dat is een soort volautomatische fact-checker. Hoewel we werken er zelf ook aan. Dus we hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan een tool waarmee uitspraken van politici in de Tweede Kamer en op Twitter worden gerangschikt op volgorde van of dat een bewering is over een feit
En of dat bewering is over het feit dat het belangrijk genoeg is om te checken. Oké. Okay. En hoe heet dat? Kan ik dat opzoeken? Dat heet FactRank. Ja. FactRank.org. Is gratis voor iedereen. Daarmee kun je van Vlaamse en van Nederlandse politici volgen wat die beweren. Je kunt er ook in zoeken. Het is niet perfect. Maar het mooie van dit soort tools. Dit is de eerste voor het Nederlands. Maar je hebt ze ook voor een paar andere talen. Die tool die kan veel meer tegelijk verwerken dan dat mensen kunnen. Dus wij slagen er niet in om alle kamerdebatten te bekijken, alle talkshows te bekijken, alle tweets te volgen van alle politici. En die computer kan dat wel. Ja, nou, een handig middel, ook al is het niet perfect. Even kijken, ja, laten we het ook hebben over hoe we breder gezien omgaan met nepnieuws. Moenia vraagt zich af wat het doet met de maatschappij als mensen die nepnieuws over corona verspreiden, zoals Willem Engel van Viruswaanzin, zoveel aandacht krijgen. Nou ja, in het slechtste geval raken mensen ervan overtuigd dat ze dingen niet moeten doen die goed zijn voor hun gezondheid. Ja. Of dat ze dingen wel moeten doen die uiteindelijk slecht zijn voor hun gezondheid. Ik denk als bijvoorbeeld een heel groot gedeelte van de bevolking ervan overtuigd raakt dat die vaccins niet te vertrouwen zijn, dan is dat nadelig voor de bestrijding van de pandemie. Ja, een vraag die hier misschien bij aansluit, die nu binnenkomt van Snackurity Guy, leuke handle. Waar ligt de scheidingslijn tussen het inperken van de bestrijding van nepnieuws en de inperking van de vrijheid van meningsuiting? Want we willen er iets aan doen, maar ja. Ja, dat zijn twee belangen die botsen. Ja, aan de ene kant, iedereen moet binnen de wet alles kunnen beweren wat hij wil. Aan de andere kant, het is toch ook wel goed als sommige beweringen die echt schadelijk zijn voor de volksgezondheid, of die gevaarlijk zijn, als bijvoorbeeld mensen opruien tegen elkaar, wat minder een podium krijgen. Ik zou zelf het liefste zien dat als er iets wordt verwijderd, of als er bijvoorbeeld iets minder prominent in beeld komt, dat dan helder is wie dat doet, waarom die dat doet, en dat je er ook tegen in beroep kunt gaan. En hoe zie je dat voor je? Bijvoorbeeld doordat bij Facebook pakken ze berichten aan die door externe factcheckers, dus factcheckers die wel samenwerken met Facebook, maar die niet gestuurd worden door Facebook, worden gelabeld als onwaar. En dan kun je in zo'n factcheck ook zien hoe ze daaraan komen. Ja. Twitter is ook begonnen de afgelopen tijd met berichten te verwijderen of berichten te voorzien van een soort waarschuwend schermpje ervoor van pas op, dit is niet waar of dit zou wel eens onwaar kunnen zijn. Bij Twitter is het vaak voorkomen onduidelijk hoe ze daar weer komen. Of wat ze wel en wat ze niet aanpakken. Ja. Een probleem is natuurlijk ook dat je kunt dat allemaal gaan uitleggen. En dit is nepnieuws en kijk maar hier en hierom. Maar er is ook een groot wantrouwen richting het nieuws en ook tegenover factcheckers. Dus daar heb ik ook een aantal vragen over gekregen. Ja. Erik vraagt bijvoorbeeld, de NOS heeft de logo's van haar bedrijfswagens gehaald uit angst voor bedreigingen. Ja. Daar maakt hij zich zorgen over. En ook Sushi Queen zegt net, ik heb uw debunkbericht doorgestuurd naar mijn nichtje. En haar reactie is ingewikkeld. Het is maar net wie je gelooft. Dus ja. Wat als mensen jou niet meer geloven, de NOS niet meer geloven, wat dan? Ja, iedereen is natuurlijk vrij om te geloven wat hij wil. En ja. Je moet ook het wantrouwen tegenover reguliere media niet overdrijven. Vertrouwen in media, vertrouwen in gewoon gevestigde nieuwsmedia, zoals de NOS, RTL Nieuws enzovoort, is in Nederland behoorlijk hoog. En dat wil niet zeggen dat iedereen alles vertrouwt, maar zeker als je het vergelijkt met andere landen, dan gaat het prima met het vertrouwen in nieuws in Nederland. Het lijkt wel eens anders. Hè? Bijvoorbeeld als je op Twitter zit, waar juist heel veel discussie is over of het nieuws te vertrouwen is. Maar het algemeen beeld is, er is veel vertrouwen. En sterker nog, het publiek voor gevestigde nieuwsmedia is gestegen het afgelopen jaar.
Dus meer mensen zoeken onder andere de NOS, maar ook andere media op. Omdat ze willen weten hoe het zit met corona. Ja, dus het vertrouwen is eigenlijk hoger dan we misschien denken. Ja, maar ja, dat wantrouwen, dat is er ook. Kijk, je hebt mensen die geloven echt hele vreemde dingen. Maar dat wantrouwen, dat is ook vaak terecht. Het is ook iets waarmee we ook kinderen opvoeden. En waarmee wij bijvoorbeeld onze studenten opvoeden. Je moet niet alles vertrouwen wat er in de krant staat. Of wat er op een nieuwssite staat. Net zoals je ook niet alles moet vertrouwen wat je op sociale media van je vrienden tegenkomt. Veel mensen die maken dan een soort switch. En die zeggen de NOS is niet te vertrouwen. Maar die halen dan het nieuws uit andere media. Waar ze toch even kritisch op zouden moeten zijn. Ja, dus dan is het eigenlijk, valt niet te rijmen met dat ze daar dan niet kritisch op zijn. Ja. Ja. Maar er valt ook in gewone, reguliere nieuwsmedia veel te verbeteren. Het is zelfs zo dat toen wij begonnen met het project Nieuwscheckers bij onze studenten, 12 jaar geleden, toen hebben we eerst jarenlang alleen maar reguliere nieuwsmedia gecheckt. Eigenlijk zo in 2016... zijn we ook sociale media gaan volgen en zijn we ook beweringen van politici gaan checken in de Tweede Kamer. Ja. En daar viel ook aan die, en er valt nog steeds ook aan die gewone media genoeg te verbeteren. Hè. Dus bijvoorbeeld iets wat denk ik ook veel mensen die nu meekijken wel hebben gehoord of gezien. Nieuws van afgelopen week. Het gaat slecht met jongeren in Nederland door die lockdown. Maar liefst 82% zit tegen een burn-out aan. Heeft overal gestaan. RTL Nieuws had het, AD had het, alle andere media hadden het. Hoe het precies zit, daar ben ik nog niet uit. Maar dit is niet gebaseerd op een betrouwbaar onderzoek. Dit komt van een commercieel bedrijf. Het komt, als het uit een onderzoek komt, uit een onderzoek dat volgens mij geen enkele journalist gelezen heeft. Media hebben het van elkaar overgeschreven. Hebben niet aan onafhankelijke onderzoekers gevraagd hoe dit zit. Dit is volgens mij een buitengewoon onbetrouwbaar bericht geweest. Ja, krankzinnig hoog aantal ook, hè? Meer dan 80%. Ja. Dat ga je nog verder uitzoeken hoe dat zit. Ik niet alleen hoor. Er waren meer mensen die zeiden, dit kan niet waar zijn. En de bron, hè, dat commerciële bedrijf, dat misschien heel goed werk doet met de bestrijding van burn-out, heeft een heel duidelijk commercieel belang hierbij. En het onderzoek is nergens te vinden. Ja. Dus ook belangen checken is altijd belangrijk bij dit soort En ook vragen, waar komen die cijfers dan vandaan? Kunnen we dat nalezen? Hoeveel mensen zitten er in dat onderzoek? Hoe heb je die mensen geselecteerd? Dat soort dingen. Ja, ik vroeg me nog af, want je zei dat jullie voorheen vooral reguliere media fact-checkten. Ja. Dat doen ze nu zelf ook natuurlijk. Is dat iets nieuws, dat kranten ook zelf zo'n fact-check doen? Of? Ja, het is een... je kunt het zien als een soort beweging in de journalistiek ongeveer 10 jaar geleden begonnen is. Die nu ook wereldwijd een hoop aanhang heeft. Nieuwsmedia die zijn toch vooral politici gaan checken. Maar ook wel berichten uit andere media. En je zou het kunnen zien als een reactie op de manier waarop journalistiek tot nu toe helaas nog heel vaak werkt. Mm-hmm. Namelijk... meneer A die zegt iets, mevrouw B die zegt iets anders. De journalist die zet het allebei in zijn uitzending of in de krant. En laat dan vervolgens de beslissing over aan de kijker. Ja. Dat vind ik geen goede manier van te werk gaan. In ieder geval bij heel veel onderwerpen niet. Ik vind dat je moet zelf uitzoeken als journalist. Je moet zelf uitzoeken wat klopt en wat niet klopt. En dat moet je dan doorgeven aan je publiek. En uitleggen hoe je eraan komt. Ja, Teerse vraagt hoe we dit kunnen oplossen, maar eigenlijk heb jij al genoemd, kinderen moeten meer leren bijvoorbeeld waar een foto vandaan komt, dus onderwijs. Journalisten moeten nog beter hun werk doen. Missen we nog iets? Nou ja, oplossingen? Ik denk dat het is een probleem waar heel veel verschillende soorten mensen bij betrokken zijn. Journalisten, politici, de grote bedrijven, Facebook en Google en Twitter... er is een taak voor het onderwijs. Ik denk dat het niet realistisch is om van politici te vragen dat die hun leven beteren, maar dat zou ook mooi zijn. en dan moet je nog ineens denken aan volkomen verzonnen beweringen, maar
Onze studenten hebben de afgelopen weken heel veel verkiezingsprogramma's gelezen. Ja. En wat die vaak tegenkwamen, dat was dat er cijfers in staan en dat je er dan niet goed achter kunt komen waar die cijfers vandaan komen. We hebben het zelfs meegemaakt dat ook de politieke partijen zelf dat niet meer wisten. Oh ja. Ja, dus ook daar, je hoopt dat het beter gaat, maar je moet het maar zien. Dus ik denk, als je een verkiezingsprogramma maakt, zet er even een linkje in naar je bronnen. Dan kan ja, je dat zou jullie ontzettend helpen. Hebt. Ja. Peter, we gaan afronden. Er zijn een heleboel mooie vragen binnengekomen en je hebt een heleboel mooie antwoorden gegeven. Blijf nog heel even hangen. Ik wil namelijk nog vertellen dat we volgende week verder praten over het thema van complotdenken. En dat doen we tijdens een Facebook Live sessie. Dat doen we met Jaron Harambam. Hij is interdisciplinair socioloog complottheorie en Harmen Gijze, universitair docent filosofie van cognitie en taal. Dat is dus via Facebook volgende week. En de week daarna gaan we weer hier live op Instagram Live. En dat doen we met Melanie Peters. Zij is directeur van het Rathenau Instituut. En dan gaan we het hebben over de link tussen nepnieuws en democratie. Want er komen verkiezingen aan, inderdaad. En nou ja, wat voor gevolg heeft dat voor onze democratie? Peter, dankjewel dat jij hier op deze mooie avond vragen wilde beantwoorden. Graag gedaan. En iedereen die vragen gesteld heeft, dankjewel. En tot de volgende keer. Oké, tot ziens. Fijne avond. Dag. Dag.